Goedenavond, Interzaken vanavond. We belichten de rol van cocaïnegebruikers in de drugstrafiek. Elke avond was het teruggebruiken. Ik voelde me doodgaan. Ik was er. Het was ofwel dat ofwel onder de grond zitten. Advocaat Chris Luiks pleit voor vervolging van gebruikers. Kathleen Peleman van VAD ziet meer heil in preventie en behandeling. Ze gaan in gesprek over de grens tussen verslaving en verantwoordelijkheid. Een historische hittegolf in China inspireert tot drastische ingrepen. Geoengineering, oftewel het manipuleren van het weer. Oplossing voor een dodelijk probleem of de doos van Pandora. Het is donderdag, 25 augustus. Welkom bij Ter Zake. Drugscommando's, geklist in Antwerpen en overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken Verlinde en stedelijke burgemeesters over bestuurlijke handhaving. En dat is nog maar het verslag van vandaag. De drugshandel zorgt voor bedrijvigheid op alle niveaus. Het is dan ook een veelkantig verhaal. Vandaag bekijken wij het gebruik van cocaïne. Dirk van Zundert sprak met een aantal ex-gebruikers over de verleiding, de kick, de verantwoordelijkheid en het afkicken. Antwerpen is nu in het nieuws voor drugsgerelateerd geweld. Maar in de stad zijn ook initiatieven om drugsgebruikers van hun verslaving af te helpen. Eén zo'n centrum is Reset in Deurne. Hier werken ze met dagprogramma's, ambulant dus. De cliënten gaan 's avonds gewoon naar huis. Als je bijvoorbeeld in een kliniek, ik heb zelf in een kliniek gewerkt, je komt geen supermarkten tegen, je komt geen dealers tegen, je komt weinig conflicten tegen van met ouders, familie, gezinnen, werkgever enzovoort. Je krijgt geen factuur in de bus. Terwijl als je in het echte leven blijft werken aan je herstel, dan kom je die dingen wel tegen, waardoor je meteen de dag erna bij Reset hier met dat probleem aan de slag kan. En dat is voor mij het grote voordeel van een ambulante setting. Ik kan toch stellen dat mensen die een voltijdstraject volgen bij Reset en de nazorg volledig afwerken, toch, ja, dat het slagingspercentage toch boven de 50% gaat. Ja. En dat is hoog? Ja. Vergeleken met andere initiatieven? Dat is toch wel hoog, ja. Een van de succesverhalen is dat van Philip Putz, 20 jaar lang zwaar cocaïnegebruiker, nu al 3,5 jaar clean. Elke avond was het teruggebruiken. Dan heb ik zelf een zoon gekregen, ging ik stoppen voor mijn zoon, dat lukte niet. De dag dat ik echt heb gezegd van ik wil stoppen voor mezelf en hulp heb ingeroepen, want alleen kon ik het niet. Ja. En wat was die klik die er dan gekomen is? Ik voelde me doodgaan. Ik was er, het was ofwel dat ofwel onder de grond zitten. Ik had geen keus meer. Het probleem is, het is heel gemakkelijk om cocaïne te kopen. Dat zegt ook deze jonge vrouw die nu in behandeling is bij Reset. Super gemakkelijk om eraan te raken. Super gemakkelijk. Ik weet toch dat ik vroeger naar de clubs ging in de stad en ik vertrok met niks. En ik zei tegen mijn vrienden van oké, de eerste 10 minuten dat ik hier binnenkom, ik zal wel een rondje doen en ik vind wel wat we moeten hebben. En ik deed mijn rondje en op een of andere manier geraakte ik altijd al wel aan waar ik moest komen. Als ik hiermee begon, dan was het nog moeilijk. Dan moest je nog naartoe rijden, regens voor het te gaan halen. En dan was het nog altijd moeilijk. Maar op het einde van mijn gebruikerscarrière, zou ik zeggen, dan kreeg ik misschien elke dag 10 sms'en van dealers. En ze brengden het gewoon aan de deur. Er is een enorme normalisering aan de gang. Waar ik vroeger, waar ik gebruikte en heel even naar de auto ging of naar het toilet ging om een lijn te snaven, zie ik vandaag mensen die gewoon voor mij gebruiken op hun telefoon, in het openbaar, aan tafel na het dessert de cocaïne laten aankomen. En dat is wat ik heel schrijnend vind. We zijn van een illegale drug een soort normalisering aan het maken dat levens verwoest. En dat is wat er volgens mij eigenlijk buiten ook aan de gang is. Namelijk dat er een oorlog is omdat er veel gebruik is. Mensen in verslaving gaan blijven gebruiken. Dat is sterker dan jezelf. Als je verslaving laat gaan, heb je die niet in de hand. En tuurlijk denk je daar dan niet over na. Je denkt er niet over na dat je familie kwetst. Laat staan dat je de maffia laat draaien. Dat is het minste van je zorgen op dat moment.
Bij Reset werken ze ook aan herstel via sport. 1 keer per week doen de cliënten eraan thaiboksen, onder begeleiding van wereldkampioen Youssef El Hadji. Hier leren ze ook grenzen te verleggen. Hier komen ze ook in contact met zichzelf en agressie, woede te ventileren op een goede, constructieve manier. Praten is één, maar doen is nog iets anders. En dit verlegt grenzen voor mensen. En dat is iets heel belangrijk in het programma. Er is mij ooit gezegd in het begin dat ik koos voor verslavingszorg van doet je dat graag wel met de kraan open? En ja, als je er zo naar kijkt, kan ik me voorstellen dat je heel moedeloos wordt. Maar bij elke cliënt die wij kunnen helpen, elke cliënt die er aanklopt en die stappen vooruit kan zetten, helpt je niet met 1 persoon. Verslaving is een familieziekte en je helpt die mensen, maar je helpt ook die hun context. Dus ja, dat is een druppel op een hete plaat, maar dat druppeltje heb je dan toch al wel geholpen, of die familie heb je dan toch al wel geholpen. En daar moet je voldoening uit putten, denk ik. Als je in die put zit, denk je van ik ga daar nooit meer uit. Als ik toen tegen mezelf had kunnen zeggen waar ik nu sta, dan is het wel een opluchting geweest. Dus ik hoop dat ik dat ook aan andere mensen kan laten zien. Daarmee dat ik ook graag als ervaringsdeskundige wil beginnen werken. Van, het kan wel. Er is echt wel mogelijkheid tot verandering. En de verandering is ook echt de moeite waard. Sowieso de moeite waard. Welkom, Kathleen Peleman. U bent directeur bij het VAD, Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol, Illegale Drugs, Gokken en Gamen en Psychoactieve Medicatie. Een hele mond vol, welkom. En Chris Luijks, ook aan u welkom, advocaat. U staat wel eens drugsdealers bij het, zo mag ik het zeggen. Mevrouw Peleman, ik zou bij u willen beginnen. Waarin schuilt eigenlijk de aantrekkingskracht van een drug als cocaïne? Ja, cocaïne is een opwekkende drug. Het is een drug die u een boost geeft. Het geeft u een euforisch gevoel. En men zegt, je kan je plots veel beter concentreren. Je bent bijzonder alert. Mensen zeggen, ik ben een betere versie van mezelf. En hoe verslavend is het? Is dat geestelijk of lichamelijk ook verslavend? Dat gevoel wekt een heel sterke drang op om het opnieuw te hebben. Want natuurlijk, na het gevoel van energie en boost, komt de terugslag. Die energie komt uit je lichaam. Als je een tijd lang cocaïne gebruikt op een avond, krijg je daarna de terugslag. Komt een beetje een leeg gevoel. Voilà, de lichamelijke uitputting, de down, en ook de vermoeidheid en misschien zelfs het verlangen om terug naar die euforie te gaan. Ja, maar als je afkikt, zie je er dan van af, zoals bij sommige andere drugs? Of kan dat eigenlijk, kun je het aan- en uitzetten? De lichamelijke afkikverschijnselen zijn niet zoals bij heroïne of ook niet zoals bij een zware alcoholverslaving. Ja. Meneer Luijks, hoe courant komt u dat tegen? Laat ik het zo vragen. Bon, ik denk dat als ik niet alleen op de dossiers verder ga, maar ook een beetje op wat ik zelf hoor en lees en verneem over niet alleen het uitgangsleven in Antwerpen, maar toch gewoon wat er leeft in het algemeen. Ik heb als student, dat is lang geleden, ook nog in het nachtleven gewerkt. Dus toen was dat heel moeilijk te verkrijgen. Eigenlijk zoals de getuigen ook zeggen. Nu, iedereen heeft een gsm. Toen weet ik dat sommige taxichauffeurs in Antwerpen, men moest aan een taxi bellen en die hadden dat dan bij. Dus dat was een heel ander gegeven, moest met een vaste lijn bellen. Toen heette dat ook discopoeder, noemden ze dat in Antwerpen, omdat dat echt een uitgangsdrugs was. Maar ik moet wel hetgeen wat er gezegd is in de reportage toch wel beamen. En dat is dat het echt bonton is momenteel. En ik denk, ik hoor dat niet alleen van cliënten, ik hoor dat niet alleen van dealers. Ik zie het gewoon ook. Er zijn heel veel dealers en die zeggen, ja, bon, de cliënten liggen voor het oprapen, bij wijze van spreken. En in alle klassen en zo? In elite-drugs? Dat, denk ik, is vroeger wel zo geweest. Maar zolang de euro bestaat, en dat is denk ik ondertussen 20 jaar, is 1 gram cocaïne altijd 50 euro geweest. En na 20 jaar is het nog altijd hetzelfde. Dus dat wil zeggen dat het gewoon goedkoper is geworden. Mm-hmm. Ja. Dus wat dat betreft heeft het, is het zowel ook voor jongeren veel sneller
beschikbaar. Ze kunnen het ook, denk ik, ook sneller gebruiken. Maar ik zie ook in de generatie van mij dat ze niet alleen problemen hebben, bij wijze van spreken, met kinderen die ermee geconfronteerd worden op school of in discotheken en bij het uitgaan, zoals een van de meisjes daarnet zei. Maar ook niet alleen jongvolwassenen, maar ook oudere volwassenen, mm-hmm. waar het naast de sigaar en de fles wijn na het eten, dat er ook wel het wordt gewoon aangeboden. Ja. Je hoort wel eens zeggen, het is simpeler dan een pizza bestellen. Of het gaat sneller, klopt dat? Volgens de gegevens, zijn er eigenlijk officiële gegevens over het gebruik en de verspreiding van cocaïne in ons land? Ik zie meneer Luijks knikken bij het is simpeler dan een pizza. Ik denk dat voor het overgrote deel van de Belgen het veel eenvoudiger is om een pizza te bestellen dan om cocaïne te bestellen. Mm-hmm. Dus in die zin, we zitten met een drug die in bepaalde milieus zeer zichtbaar aanwezig is, maar het genormaliseerd is, die in bepaalde milieus genormaliseerd is en ook gedemocratiseerd. Hè, dus inderdaad, cocaïne is goedkoper dan 20, 30 jaar geleden. Maar het gebruik in de algemene bevolking is laag. Als in... Voilà, we zitten aan 1,5%. Dat zijn de gegevens die Senseano publiceert in de gezondheidsenquête. 1,5% van de 15 tot 64-jarigen, dus van de algemene bevolking, zegt ik heb het vorig jaar cocaïne gebruikt. Bij alcohol is dat bijna 80%. Dat zal u niet verbazen. Bij cannabis zitten we iets over de 20%. Dus cocaïne, het zit wel in bepaalde groepen, hè, want dan wil je misschien ook weten, ja, maar waar zit dat gebruik dan? Wat we zeker weten, is dat het vooral bij mannen zit. En dan vooral bij jongvolwassenen. De groep die het meeste gebruikt, dat zijn de 25 tot 34-jarigen. En daar weten we 8% van de Vlaamse mannen. En dan zitten we al in een groep. Dat is groep, al een specifieke groep, maar wel een fix getal, voilà, toch? En dan zitten we met een hoger percentage, bijna 1 op 10, die zei, ik heb voorbije jaar cocaïne gebruikt. Bij de vrouwen van die leeftijdsgroep zit dat op 1%. Ja. En hoe verhoudt zich dat tot de rest van Europa? Er is een vergelijkingstabel die we er even bij kunnen halen. Europese vergelijking uit het Europees drugrapport van dit jaar. België 2,9%. De studies van de verschillende landen dateren van verschillende jaren, moet er wel bij gezegd worden. Dus in die zin niet helemaal een strakke vergelijking, maar toch, we zitten niet bij de uitschieters zoals Nederland, UK, Frankrijk of Spanje. Ja, dat is om het even in een breder perspectief. Dat is een rapport van het IMCDDA, toch wel een referentierapport. Goed, we zitten ergens in een middenmoot. Ik wil daarmee het probleem niet helemaal relativeren, maar ook niet dramatiseren. We zitten op dit moment met een cocaïnegebruik dat licht aan het stijgen is. Maar we werken bijvoorbeeld bij de druglijn. Geen explosie aan vragen rond cocaïne de laatste twee jaar. En dat zou wel jaar. Indicatief zijn, zegt u, absoluut, als dat er was. Ja. Dus we zien een geleidelijke stijging de voorbije 10, 20 jaar van het aantal vragen rond cocaïne, maar niet enorm veel. Mm-hmm. Wat we wel zien, en dat is misschien interessant, is dat er in de hulpverlening wel een significante stijging is van het aantal mensen dat daar binnenkomt met een verslaving rond cocaïne. Maar dat zijn geen verslavingen die het voorbije jaar ontwikkeld zijn, hè, zoals het verhaal in de reportage. Mensen gebruiken misschien 10, 15 jaar. En op zeker moment verliezen ze helemaal de controle of gebeurt er iets waardoor dat ze merken van ik kan niet meer stoppen, terwijl ik al die jaren dacht dat ik perfect kon stoppen. Ja, en dat is denk ik heel opvallend. Dat komt minder in de reportage naar voren, maar wat ik toch wel heel vaak, of waar ik weer geconfronteerd word, zijn mensen die gewoon functioneel ook gebruiken, die dat bij wijze van spreken nodig hebben om te kunnen functioneren. En vaak op zeer hoog niveau functioneren. Ik heb een cliënt die arts is, die dat al heel lang doet. Dat is heel raar misschien, die zelf arts is. Onlangs heb ik de balie in Antwerpen is spijtig genoeg een confrater die de toga aan de haak heeft gehangen, omdat hij dat ook lang functioneel gebruikt heeft. Maar op een gegeven moment werd dat problematisch en kon hij niet meer functioneren. En dat is denk ik wel heel typisch aan het gebruik van cocaïne, misschien ook van speed, maar zeker van cocaïne. Dat is dat mensen daar vaak heel lang kunnen verborgen houden. Hè? En dat heel lang kunnen blijven gebruiken en dat is met opstoten. Dus het is soms recreatief en voor het uitgaan, maar het is ook heel vaak functioneel om te kunnen functioneren. Zelf overwogen ooit of geprobeerd of gedaan? Nee, ik heb heel veel gezien. Ik zeg u, ik heb 30 jaar geleden in het nachtleven gestaan, een heel aantal jaren als student.
Ik ben zelf een zodanige controlefreak dat ik absoluut echt bevreesd ben om daar... En ik zie ook, bedoel, er zijn nog confraters. Hè. Wij spreken daar soms ook over, die in alle openheid, dat is ook geweten, ook heel vaak, die daar problemen mee gehad hebben. En ik denk dat dat moeilijk is. Ik denk dat dat een eeuwige strijd is. Ja. Ik wil even naar de reden waarom we u nu ook gevraagd hebben. Niet alleen vanwege de cases waarin u voor drugshandelaars bijstand verleent, maar ook omdat u nu pleit om ook de gebruiker aan te spreken of zelfs te vervolgen vanwege iets wat officieel strafbaar is, maar eigenlijk gedoogd wordt zoals het er nu aan toe gaat. Het is geen prioriteit. Nee, hè? Dus, maar wat wil u dan... Wat stelt u voor ten aanzien van die gebruiker? De problematiek die nu heel hard naar voren komt, en ik heb een aantal dagen geleden Bart de Wever in deze studio een aantal dingen horen zeggen waar ik eigenlijk het echt fundamenteel oneens mee ben. Alhoewel dat ik weet dat hij intellectueel zeer sterk is, maar ik denk, ik kan niet begrijpen dat iemand al 50 jaar, en niet hij, maar de war on drugs gaat al 50 jaar mee. En we weten dat het tot nul resultaat heeft geleid. Integendeel, ik denk het tegenovergestelde. Dan moeten we misschien toch eens proberen aan de andere zijde van het spectrum te gaan kijken. Kunnen we niet iets gaan doen naar het gebruik? Want zolang er vraag is, zal er aanbod zijn. Ja, maar wat dat concreet stelt u concreet, voor? Concreet, denk ik, hoe gaan we dat aanpakken? Of hoe kan dat aangepakt worden? Men weet wie het is. Dat bedoel ik. We kunnen zeggen, er zijn statistieken en dergelijke, maar iedere keer er een dealer in Antwerpen wordt opgepakt en elk jaar worden er 1000 gearresteerd straatdealers, dan hebben die bij zich een klantenbestand. In hun gsm of bij huiszoekingen vindt men klantenbestanden. De telefoonnummers van mensen. De telefoonnummers, soms zijn dat e-mailadressen, soms zijn dat andere gegevens, maar waarmee zij communicatie voeren. De Belgische wetgeving voorziet al een aantal jaar dat er geen geheime of anonieme telefoonnummers meer kunnen zijn. Dus wat doet de politie? De politie gooit die 100 of die 200 verschillende telefoonnummers door de Proximus Telenet Base bestanden, krijgt identificaties, dus weet wie het is, mensen uit het centrum van Antwerpen en omgeving, en gaat van die mensen een aantal mensen uitnodigen om, niet allemaal, om de dealer te identificeren. Dat gebeurt zeggen, nu al op dat die gebeurt manier. Nu een aantal, ja. Niet allemaal, maar een aantal. Die krijgen een uitnodiging, die zeggen oké, hier is een aantal foto's, dat is de dealer, daar heb ik van verkocht, ik doe dat al 6 maanden, ik koop 1 keer... Maar zonder gevolgen voor henzelf? Zonder gevolgen. Het enige wat men op het einde zegt is, vindt u van uzelf dat u problematisch bezig bent? Zo ja, kunnen wij u doorverwijzen? Zo nee, goeiedag en misschien tot de volgende keer. Maar u wil een stap verder. Ik denk dat men die bestanden die men heeft, dat men daar iets moet mee doen. Hè? En dat, ik begrijp, drugs bezitten, drugs gebruiken, dat geen prioriteit is. Hè? Cocaïne in dit geval. Men heeft daar ook gewoon de mensen niet voor. Nee. Men heeft niet genoeg mensen om de dealers te pakken, laat staan de gebruikers. En toch, maar men kan u? Toch proberen te sensibiliseren. Als men die bestanden die men heeft, die zitten gewoon in politiebestanden. Dat zijn bij wijze van spreken Excel-bestanden die men heeft. Men kan die mensen, zoals u zegt, aanspreken. Men kan dat doen. Dus door vervolgen een strenge brief. Wil u niet echt? Ik denk dat, als je ziet, problematische gebruikers, dat heeft geen enkele zin. Maar ik denk dat 90% of misschien minder of meer, dat weet ik niet, van de gebruikers occasionele en recreatieve, functionele gebruikers zijn die niet onmiddellijk problematisch gedrag hebben door hun gebruik. Ik denk als je die gaat aanspreken door te zeggen I know what you did last summer. Hè, ik weet het, wij weten dat. Wij zijn een overheid, wij zijn parket, wij zijn politie. U zit bij ons en u bent geregistreerd als gebruiker. Dan denk ik dat dat bij heel veel mensen en misschien zelfs bedrijfsleiders die het gebruiken, andere mensen met een maatschappelijke functie, dat die het niet leuk vinden als ze 's morgens een brievenbus open doen en hun vrouw ziet of hun kinderen ziet van hé, papa, er is een brief van de procureur, waarover gaat dat? Oei, u bent geregistreerd. Dan denk ik dat er twee zullen nadenken. Ik laat u zo reageren, maar ik wil nog heel kort eventjes. Denkt u dat dat ook een effect zal hebben, gesteld dat dat zou gebeuren, mensen en middelen ontbreken, zoals u zelf al aangaf, voor het harde werk, laat staan misschien dan ook voor deze aanpak. Maar denkt u dat dat een impact zal hebben op de trafiek en op het geweld dat nu plaatsvindt? Want daar zijn dat we van vertrokken. Dat is, denk ik, als je de vraag voor een stuk of voor een groot stuk gaat wegnemen. Hè, want dat was ook de jonge man maar zei... Het is beperkt in België. Vergeleken bij de afzetmarkt van alles wat dat binnenkomt, zijn wij een doorvoerpand. Dat is ook zo. Maar als de burgemeester hier zit, denk ik, spreekt hij voornamelijk voor zijn stad en ook voor het gebruik dat daar is. Dat ga je niet oplossen met de achterdeur van de haven alleen aan te pakken, of de voordeur van de haven alleen aan te pakken. Je moet ook aan het stedelijke iets doen. Okay. En de cijfers die ik daar gezien heb, dat is me in het laatste punt. Ik las gisteren
in een of andere krant het rapport van Cienzano. Die zei dat op basis van de afvalwateranalyses die er zijn, dat wij een veel groter probleem hebben in Antwerpen dan in Amsterdam. Mm-hmm. En die cijfers spreken over iets anders. Dus ik denk dat het probleem ernstig onderschat wordt. Oké. Okay. Een dark number, wie weet. Maar ik wil u laten reageren. Eerst op het idee en op eventueel alternatieve aanpak voor degenen die cocaïne gebruiken. En hoe belangrijk het is, of niet, dat mag u zeggen, om hen aan te spreken op hun gebruik. Ja, ik begrijp heel goed van waar het idee komt. Hè. Die lijsten zijn er en men wil iets, men wil de gebruiker aanspreken. Nu, het effect zal ongetwijfeld een aantal mensen zal ontzettend schrikken en zal misschien zijn gedrag veranderen, maar het effect gaat vermoedelijk maar heel kortstondig zijn. Die dealers gaan heel gauw andere communicatiekanalen vinden die een beetje meer versleuteld zijn, hè, een beetje minder te ontdekken zijn. En zeker de mensen die al een patroon ontwikkeld hebben van regelmatig cocaïnegebruik, mensen die misschien al een verslaving ontwikkeld hebben, die gaan zich daardoor niet laten ontmoedigen. Dus men gaat andere kanalen zoeken. Het alternatief, wat is het? Ja, dan? Het alternatief is... Want u vroeg in het begin, wat maakt cocaïne zo aantrekkelijk? En dan komen we een beetje bij het wezen van preventie. Hè. Dat is begrijpen waarom mensen gebruiken. En wat ook een deel van het probleem is, dat je inderdaad een lange tijd... Een cocaïneverslaving ontwikkelt zich anders dan bijvoorbeeld een alcoholverslaving of een heroïneverslaving, waar je veel sneller in dat dagelijkse gebruik, hè, gedurende de dag, meerdere keren gebruiken. Cocaïne kan je perfect tijdens het weekend gebruiken en lange tijd volhouden, hè, jaren. En het idee voor jezelf in stand houden van ik heb het helemaal onder controle. Want ik doe het alleen in het weekend, niet in de week. Voilà. Maar ondertussen gebruik je wel meer en meer, want sowieso treedt er gewenning op. Dus je moet meer... En misschien ben je ondertussen al de neveneffecten aan het compenseren. Je slaapt slechter, je moet slaapmedicatie pakken. Je combineert alcohol met cocaïne. Die beide effecten heffen elkaar een beetje op. Dus je bent eigenlijk van beide meer en meer aan het gebruiken. En op een zeker moment heb je maandag problemen op het werk. Inkanteld. Je raakt, maar dus, hoe spreek je zo iemand dan aan? Dus eigenlijk moeten we dat imago van die cocaïne als een succesdrug, dat moeten we onderuit halen. We moeten die verhalen brengen van mensen bij wie het lange tijd heel goed gaat, die dachten van ik heb het helemaal onder controle. Maar op een zeker moment was ik al veel meer in een verslaving dan ik besefte. Ja. Maar getuigenissen dan of campagnes? Maar die mensen, mag ik mevrouw even moeten laten afmaken, want onze tijd is bijna. Ik zou die vraag... Die verhalen, want we kunnen die wel brengen op in de media, maar we moeten die eigenlijk brengen daar waar het gebruik heel zichtbaar is. Hè? In die milieus, in die omgevingen, waar mensen het gevoel hebben van kijk, we zijn hier met z'n allen aan het gebruiken en niemand heeft een probleem. En hoe kunnen we dat door bijvoorbeeld de drempel naar de hulpverlening te verlagen? Door het stigma op bespreekbaarheid, zodanig dat mensen in de omgeving voelen van ai, ik dacht dat die persoon het perfect onder controle had, maar dat is... Ik denk dat dat, met alle respect, denk dat een beetje een naïeve benadering is van de aanpak zelf. Ik bedoel, je moet eerst de mensen gaan identificeren, dat kan nu, die technologie is er, en dan moet je ze gaan aanspreken op hun gedrag. En ik denk dat u dat wel wat onderschat, dat de arm der wet tussen aanhalingstekens toch nog wel bij een heel groot deel van de gebruikers, het zijn niet allemaal marginalen, er zijn een heel groot deel van de mensen hebben een maatschappelijke positie. Ik denk dat dat wel eens een trigger zou kunnen zijn om dan misschien zelf een stap te zetten naar hulpverlening of radicaal mee te knappen. Ik denk dat dat wel een belangrijke stap kan zijn. Dank u wel allebei voor het delen van uw visie over deze kwestie. Dank u. West-Europa krijgt te maken met een ongeziene hittegolf deze zomer. Dat hoef ik u niet te vertellen. Maar de hittegolf waar China onder leidt, is nog van een andere orde. Er is sprake van de ergste hittegolf in de wereldgeschiedenis, die op sommige plekken nu al 75 dagen aanhoudt. De Yangtze-rivier staat op het laagste niveau ooit en ook het grootste zoetwatermeer van China is gekrompen tot een derde van de normale omvang. Met alle gevolgen van dien voor de landbouw, elektriciteit, productie en voedsel- en watervoorraden.从后期的这个降水趋势来看，像未来十天长江中下游地区降水还是普遍不到25毫米，这样就是农业干旱这种还是要持续或者发展，所以说这个南方地区这种夏秋连旱的这种可能性也比较大，也可能会对作物的这种产量形成造成一些不利的影响。 De Chinese overheid schakelt een versnelling hoger en zoekt heil en verkoeling in geoengineering, de manipulatie van het weer, met andere woorden. Björn van Laren en Emiel van Nieuwenhuizen.
De Yangtze rivier, China's langste en belangrijkste waterweg. Het waterpeil stond er nooit eerder zo laag. Het mag duidelijk zijn, ook China kreunt onder de hitte. Temperaturen tot 40 graden zijn geen uitzondering. In China wil het maar niet regenen. En dat willen de Chinezen oplossen door zelf regen op te wekken. Jawel, een vorm van zogeheten geoengineering. Juist, geo wat? Geoengineering is eigenlijk een heel brede term waaronder dat we kunnen verstaan dat we methodes toepassen om het klimaat op een of andere manier te beïnvloeden. Dat kan zijn methodes om het zonlicht te dimmen. Maar het kan ook gaan om methodes om bijvoorbeeld CO2 uit de atmosfeer te gaan halen. In China, als onderdeel van geoengineering, willen ze eigenlijk neerslag genereren. En dat doen ze door op plaatsen waar er al wolken zijn, eigenlijk hele kleine deeltjes in de atmosfeer te injecteren. En die deeltjes die trekken eigenlijk de waterstof aan, worden zwaarder en vallen dan naar beneden als regendruppels. En op die manier denken ze te kunnen controleren waar en wanneer de regen valt. Niet alleen in China, ook in ons land gebeurt onderzoek naar technologieën die de opwarming van het klimaat willen tegengaan. Professor Sarah Vika doet onderzoek naar het uit de lucht halen van CO2 via vulkanisch gesteente, een van de vormen van geoengineering. Wij kijken vooral naar methodes die kunnen toegepast worden bijvoorbeeld in de landbouw of in natuurlijke ecosystemen. En specifiek kijken we naar het versneld verweren van silicaatgesteente om CO2 uit de atmosfeer te halen. Vrij vertaald zijn silicaten mineralen die in vrijwel alle gesteenten voorkomen. Ze hebben de eigenschap om CO2 op te slaan en gemalen komen ze voor in lavameel. Dit is lavameel. Dat kan je eigenlijk in de winkel kopen als plantenvoeding. En wij brengen dat aan in onze potten om dan na te gaan hoeveel koolstof er wordt opgeslaan en hoe dat dit een invloed heeft op de plantengroei. De onderzoeken met betrekking tot het afvangen en opslaan van koolstof zijn belangrijk, want we gaan die technieken waarschijnlijk nodig hebben in de toekomst om dat laatste restje broeikasgasuitstoot die we heel moeilijk kunnen reduceren, om die eigenlijk te gaan compenseren. Onderzoeken met potentieel dus, om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Veelbelovend of is het toch allemaal te mooi om waar te zijn? Onderzoekers waarschuwen ook voor de risico's van knutselen met het klimaat. Solar radiation management, dus het dimmen van het zonlicht, komt met een hele race van mogelijke nadelen. Dat beschouwen velen echt wel als de doos van Pandora. Maar ook dat het op lange termijn duur is en macht geeft aan bepaalde grote landen die de middelen en de macht hebben om die techniek toe te gaan passen, om die injecties te doen. Er hangen veel minder risico's aan het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer. Eigenlijk halen we daarmee, of gaan we daarmee de oorzaak van de klimaatverandering aanpakken, dus de broeikasgassen in de atmosfeer. En ja, we kunnen heel wat natuurlijke processen daarvoor gebruiken, wat dat sowieso ook het risico beperkt. Heilige graal of toch de doos van Pandora. In elk geval, met geoengineering alleen zullen we het klimaat niet redden. Om klimaatverandering te stoppen, moeten we natuurlijk in eerste instantie onze uitstoot gaan reduceren. Die moet eigenlijk naar nul en zo snel mogelijk. Maar omdat we te lang gewacht hebben om actie te ondernemen, is het intussen ook noodzakelijk geworden om CO2 uit de atmosfeer te gaan halen. We zien nu al bij een opwarming van 1,1, 1,2 graden duidelijke impact van klimaatverandering, meer extreme. Ja, dat gaat alleen maar toenemen in de toekomst. Dus hoe langer we wachten met actie te ondernemen, hoe erger de gevolgen van klimaatverandering en hoe groter de nood aan de verschillende vormen van geoengineering. Dit was Ter Zake. Een hele fijne avond nog en heel graag tot morgen.